Gisteren gingen ze voor het eerst de straat op. In kleine groepjes patrouilleren de vrijwilligers in de straten van Maasland. Er zijn op jaarbasis toch al zo'n 200 gevallen waar de politie bij betrokken is. Van inbraak, auto, diefstal, insluipingen, vandalisme enzovoort. Ja, we zijn niet gestart omdat het heel erg onveilig is, maar wel echt preventie. De buurtpreventie treedt vooral op tegen overlast door jongeren. En ook houden ze een oogje in het zeil om woning- en auto-inbraken te voorkomen. Maasland is de buurtpreventie gestart in navolging van succesvolle projecten in omliggende gemeenten.